Victoria. Knap meegenomen. Hofs maakt hier nu wel. Dickie Hofs, nu maakt hij wel. En Vitesse staat dik verdiend op een 1-0 voorsprong. Hij zat hier. Dat is wel een goede bal. Boulikin, dat is de gelijkmaker. Ja, die is dodelijk. Dimitri Boulikin bewijst hier dat spits zijn ook een vak is. Hij zat hier. Lodero. Goeie trap. Ah, natuurlijk. 2-1. Uitgerekend André Ooyer. Het is hem van harte gegund. Het zegt ook iets over de manier van verdedigen van Vitesse. We zullen zien wat het oplevert. Het wordt vertongen. En hij zit erin via Piet. Het staat 1-3. En zo neemt ook de aanvoerder van Ajax afscheid met een treffer. Schön kijkt. En de bal van richting Veranderd is 1-0 voor Ajax. Wat een mazzelgoaltje voor Schön. Het schot was zachtjes en was voor Veldhuizen. Maar die komt er niet aan omdat de bal wordt aangeraakt. Dat is een hard schot en die zit erin. Schön. Veldman verrast. Het wordt 2-1. Hij ziet de bal steeds weer heel snel kwijt Vermeer. Het gaat te laat komen. Het is 2-2. Paas van Ginkel. Geweldig. Blind is er kansloos. Ibarra wordt 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Lamia. Ineens zullen ze met moeite. En dan de goal. En die telt. Traoré. Sigtusson. Ja, die kan zomaar doorlopen, Sigtusson. En dan is het 1-1. Ja. Totaal onverwacht. Daar is Djurcevic nog een keer. En nu mag het wel verder. En scoort hij. Wat een invalbeurt. Djurcevic. Ja, Kazashvili, één man kwijt. Tweede is ook gezien. Kazashvili van richting veranderd. Goal. Doelpunt Vitesse. Schöne. Daar de gelijkmaker of niet? Alsnog? Ja, daar is hij. Fischer. Nadat Veldman de bal raakt, tikt Fischer de rebound binnen. En er zit 1-1 in het Gelderdoom. Bazoer. Na de taxatiefoutje daar van de Werf. Die kan niks meer doen. Bazoer. Die gaat er ook in. En zo leidt Ajax met 2-1. Ajax dat het in iets meer dan een minuut werd om te draaien. De voorzet goed is het gedaan. Het is 3-1 voor Ajax in de 86e minuut. Na een vlijmscherpe omschakeling van de ploeg van Frank de Boer.